Fijn dat jullie er zijn bij dit vierde Dordtse YouTube Filmfestival, voor de vierde keer in ieder geval weer. Kijk uit, Inam, kijk uit naar. Hij is Superman. Ja? Hij is Superman. Waar heb ik dat t-shirt meegezien? Van de Superman. Ja, dat zie ik, ja. En jullie, hoe lang werken jullie al, samen? Vorig jaar ook al. Ik weet niet hoeveel verhalen vind. Dat was hetzelfde als vorig jaar. Plus één! Ja, Inam? Inam weet dat. Jij bent eerst van YouTube. Ik heb er gezien op de foto van de vliegtuig van het Waypoint. Dan gaat het muziek erbij komen. Dan hoor ik precies dat ik alles wat wel kan. Hoorde ik net op mijn tijd op de laptop, 3 jaar geleden, weer als Stefan of Royal Caribbean. Dit filmpje, Ina, welke muziekinstrumenten bespeel je allemaal? Ik denk Grieks. Grieks. Ja, dat kende ik nog niet, instrument, maar dat is een interessante. Kees, wat speel jij allemaal op dit filmpje? Ik heb een trommetje aangezet. Ja, dat is het enige. Het enige, en de rest heeft Ian allemaal gedaan, begrijp ik. Ja, meneer. En vind je nou het leuke aan, vliegen? Ja, vliegtuigen is dat. Vliegtuigen, waar zijn jullie geweest eigenlijk? Vorige keer, jaar terug, heb ik in de afgrond gewoon meegemaakt. Dat is een omhoog wat laag getekend, of een vliegtuig omhoog gaat. Altijd naar andere eiland gaat, dan gaat het andere vliegtuig met mij verder. Sommige dingen. En hoeveel filmpjes maken jullie zo per jaar, Kees? Nou, dat vroeg je vorig jaar ook. Dus het antwoord is ongeveer hetzelfde. Plus een stuk of 50. Maar misschien kan ik iets over dit filmpje zeggen. Wij zijn eigenlijk muzikanten, we maken muziek met z'n tweeën. Ja, DJ. Ons kanaal vertellen we vorig jaar ook gedaan. Maar dit filmpje, vliegen, ik denk dat filmpjes maken, dat is voor Inam en denk voor allemaal. Gewoon terugkijken of het leuk was of niet, dus een soort van herbeleving. En daar is eigenlijk het filmpje uit begonnen, want Inam die zat in zijn studio, we hebben een studio. En daar zat hij een oude videoband te kijken van wat je net zei inderdaad, hè, van die toestellen. En toen kwam het idee van, nou laten we die oude videoband gaan digitaliseren. En dan langzamerhand kwam het idee over het thema vliegen. En ja, we hebben er weken over gedaan, hè, heel lang. En met iPad en iPhone, allemaal effectjes hebben geprobeerd en alles aan elkaar vastgeplakt. En naderhand heeft Inam dat ingesproken. Dus zo is het gemaakt. En de muziek is inderdaad van Inam. Duidelijk verhaal. En vergeet niet, er zijn natuurlijk heel veel mensen die waren hier verleden jaar niet. Hè? Dus dat moeten we toch even wel vaststellen. Dankjewel. En op het podium samen. Hallo. Dankjewel. Want volgens mij, Kees, hebben we dit verleden jaar niet gedaan. Nee. Dus toch iets nieuws. Kom even midden op het podium. Dan is daar voor jullie en de prijs. Ja. Hou hem omhoog. En dan gaan we feliciteren. En altijd is het zo, als je zo'n publieksprijs gewonnen hebt, dat je even iets natuurlijk, even iets zegt. Ja, leuke prijs. Geweldig, leuke prijs. Kijk, allemaal bedankt. Applausje voor deze mooie prijs, dankjewel. Ja. Nou, geweldig. Nou, meneer de Peer. Oké. Ik zou zeggen, neem dan morgen een lekkere taart op, want volgens mij ben je goed in taart te pakken. Oké, de jury. Ik zag wat beweging boven. Ja, die komen afgedaald. Volgens mij is het een moeizame bevalling vanavond voor de jury om te bedenken wie uiteindelijk de nummer 1 geworden is. Nummer 3 is geworden Peter M. van der Lee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 e
Goed,